Wat ik persoonlijk fantastisch vond om te merken, is hoe de palliatieve zorg mijn moeder bleef respecteren tot het allereinde. Op een gegeven moment werd er voorgesteld door de arts om cortisone te nemen tegen de pijn, tegen de zwellingen. Ah nee, hè, zei mijn moeder, van cortisone, daarvan ga ik opzwellen en dat wil ik niet. Mijn moeder was een hele fiere vrouw. En de verpleegster die lachte begripvol en ze zei, ja maar Arlette, anders dan verstoppen we hier alle spiegels in het huis. En mijn moeder nam van haar nachtkastje een kleine handspiegel en zei, nee, want deze heb ik altijd bij. Maar goed, mijn moeder heeft geen cortisone gekregen en we hebben haar blijven schminken tot de laatste dag van haar leven.